Alireza, welkom bij Feyenoord. Gefeliciteerd. Hoe is het om terug te zijn in Nederland? Ja, dankjewel. Ja, het is een goed gevoel. Natuurlijk, na gewoon 3 jaar weer terug te komen. Ik ben hartelijk blij om hier te zijn. En natuurlijk, ik heb echt een goede tijd gehad in de laatste gewoon 5, 6 jaar toen ik in Nederland was. En nu ben ik gewoon weer terug. Dus gewoon een goed gevoel. Ja, wat heb je het meest gemist aan Nederland? Alles gewoon, ja. Ik heb gewoon, toen ik 18 was, ik heb naar Nederland gekomen. En sinds gewoon dag 1, ik had gewoon een goed gevoel met die mensen, met die cultuur. Gewoon echt een goede voetbalsupporter, zeg maar. En ja, natuurlijk gewoon, ik had gewoon natuurlijk topscorer geworden. Goede jaren, gewoon toen ik bij NEC was, dan daarna bij AZ. En ja, hopelijk ik ga gewoon lekker doorgaan gewoon nu met Feyenoord. En nog meer goede momenten en goede jaren gewoon samen te maken. Ja, en nu zoals je zegt bij Feyenoord, waarom heb je voor deze club gekozen? Ja, toen ik ook bij NEC en Alkmaar gespeeld heb, ik was gewoon altijd gewoon goede gevoed toen ik naar hier gekomen. Gewoon die echt mooie fans, gewoon goede mensen. Ik heb een paar keer in Rotterdam geweest. De stadion gewoon is ongelooflijk. En ook natuurlijk, ik heb de laatste paar maanden contact gehad met Arne. Hij heeft gewoon een goed gevoel gegeven aan mij dat ja, Feyenoord een goede stap is. We gaan gewoon goede samenwerking hebben en zo. En natuurlijk een van die beste clubs in Nederland. En ik vind de Kuip gewoon de mooiste stadion in Nederland. Dus so, ja, dan ja, ik had gewoon geen twijfel. En toen ik met Arne gesproken, ik zei gewoon ja, we gaan gewoon dit doen. En ja, eindelijk alles klaar is en ben ik gewoon hier. Ja, je kent Arne nog van je vorige periode bij AZ. Hoe kijk je uit naar de hernieuwde samenwerking? Ik kan niet wachten. Eerlijk zijn, kan ik wachten. Gewoon, ik vind hem echt een goede trainer. Hij is gewoon echt duidelijk met alles, gewoon met die tactiek en zo. Ja, dan ja, die laatste jaar bij AZ gewoon was gewoon, ik had goed gepresteerd. En Arne was een van de mensen dat mij gewoon echt gehaald om die betere speler te worden. Zo ja, gewoon geen twijfel. Toen hij mij gebeld, ik zei gewoon ik ga alles doen om deze transfer te maken. Ja, ik kan niet wachten om te beginnen. Hopelijk officieel begin ik gewoon vanaf maandag met de trainen. Gewoon goede voorbereiding en dan ik kijk naar gewoon die eerste wedstrijd samen met Feyenoord. Ja, en het is ook een weerzien met Guus Til. Kun je jullie band beschrijven? Ja, ik heb met hem gesproken gewoon een paar keer. Guus is ook gewoon een van die jongens dat ik heb contact gehad met hem en ook ik heb hem gisteren gezien. En hij was gewoon echt positief gewoon over die spelers, selectie. Gewoon echt een goede groep van die spelers en ook Arne en die technische staff. Ik had ook gewoon goede impression, zeg maar, van die mensen in de club gewoon. Guus ook, ja, hij heeft gewoon echt goede positieve dingen wel gezegd over de speler en gewoon de hele club. Dat helpt mij ook gewoon, zeg maar, as soon as possible gewoon alles te regelen en gewoon beginnen met de trainen en zo. Zoals gezegd, je deed de vorige periode heel erg goed. Ben je ervan overtuigd dat je opnieuw cirkelcijfers kunt gaan halen hier? Ja, tuurlijk. Ik kan niet wachten. Ik ga mijn best doen voor de club, voor de mensen. Ik weet dat hoe belangrijk Feyenoord is en hoe fanatiek de supporters zijn. Bijna 2,5 miljoen supporters gewoon in de Nederlands. Dat is gewoon een van die, zeg maar, de dingen dat ik had gewoon echt een goede gevoel van, zeg maar, dit is een goede keuze en je moet die keuze maken. En ja, ik kan niet wachten in de Kuip gewoon te spelen en te beginnen. En ja, hopelijk gaan we gewoon volle bak en gaan we gewoon goede momenten samen te maken.